Nee, het staat er niet boven. Ja, het staat er wel boven. Nee, het staat er niet boven. De uren staan er toch boven? Ja, dat is 0600. Nou ja, je doet gewoon wat ze vragen. Eigenlijk waar mijn werk op neerkomt. 1, 2, 3, 4. Hey, goedemorgen. 4:15 ik ben net wakker geworden. Ik praat een beetje zacht, want mijn vriendin ligt nog te slapen boven. Het is tijd om naar werk te gaan. Ik moet trouwens altijd een uur rijden van Breda naar Amsterdam. Dus ik neem altijd een thermosfles vol met thee mee. Ik vind koffie altijd nog een beetje heftig zo vroeg. Dit is onze kat Moos trouwens. Die gaat altijd tegelijk met mij mee naar buiten 's ochtends. Kijk maar. Hup. Ik ben aangekomen in Amsterdam. Kijk, Joe komt ook net aan. Ik heb een appeltje mee. Lekker. De show die gaat zo beginnen. Iedereen is zich nu nog een beetje aan het klaarmaken, ontbijt bij elkaar aan het rapen. En ja, dan gaan we zo live. Ik ga nu draaiboeken printen. Ja, wel niet dubbelzijdig, hè, Matt? Nee, niet dubbelzijdig. Want ik wil gewoon dat het overzichtelijk is. Wij doen nooit paginanummers, zeg maar, rechts onderin. Het staat erboven. Nee, het staat er niet boven. Het staat er wel boven. Nee, het staat er niet boven. De uren staan er toch boven? Ja, is 0600. Nou ja, je doet gewoon wat ze vragen. Eigenlijk waar mijn werk op neerkomt. Het is niet zo moeilijk hoor, regisseur zijn. Ieder uur zie je hierin opgedeeld. Natuurlijk met heel veel zorg samengesteld. Toch een beetje alsof je de Bijbel krijgt. Oh, lekker dik papier ook. Ja, dikke papier. En nu is eigenlijk mijn taak ervoor zorgen dat wat hier staat, dat we dat ook daadwerkelijk gaan doen. Dat is altijd nog een hele klus. Zo, de show zit erop. Normaal gesproken is dit eigenlijk mijn plekje en hoor je mij door een intercom. Tom van de Intercom natuurlijk. En hier kan ik dus, hier heb ik ook een scherm, kan ik alles zien wat er gebeurt. Na de show kijken we altijd even naar het draaiboek van morgen. Dat doe ik samen met Joost, de chef van de show, die een beetje afgeleid is. Wat ben je aan het doen? Ik ben een sudoku'tje maken, ik moet nog een 9 hebben. Zullen we gewoon even naar de show van morgen? Ja. Nee, we moeten ook even door. Ja. Ik heb een uur in de auto gezeten onderweg naar Breda, waar ik nu in de fitness sta, waar ik 4 keer per week sport. Dus ja, we gaan beginnen. Het voordeel van als je voorop staat, je hebt alle apparaten voor jezelf in de sportschool. Omdat ik zo fanatiek aan het sporten ben, heb ik van Mattie en Marieke in mijn sportschool mijn eigen sauna gekregen. Moet je kijken, Tom's sauna, wie kan dat nou zeggen? Hij is voor iedereen toegankelijk hoor. Nou, zoals je ziet ben ik veel met sport bezig. Maar het is ook een beetje compensatiegedrag hoor, want vanavond is het NAC. En dat is ook een soort sport, maar ja, dat is een ander soort sport, hè? Ik ben inmiddels aangekomen bij de mooiste club van Nederland voor een avondje NAC. Kijk, naar het stadion. De wedstrijd gaat bijna beginnen. Ik zal even laten zien waar we zitten in het stadion. Het handverlengsstadion voor de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht. Tegen FC Donner. Ja. NAC heeft weer verloren, 2-1. Het was niet om aan te zien, maar je bent wel wat gewend als supporter. Ik ga lekker naar bed. Welterusten. Nou, bedankt voor het kijken naar de hoek. Ja, even kijken een cadeautje voor vaste kijkers. Oh, wow. Oh, heel vet. Gek. Zo, gratis abonnement. Levenslang. Mattie en Marieke. Q-Music. Mattie en Marieke.